Nu, we mogen ons echter niet beperken tot het vergroten van het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg, maar we moeten ook vooral investeren in preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Ik zeg het hier bijna elke week. Ik heb al een aantal keren ook gewezen op het initiatief Rust in de Klas. Ik besef zeer goed dat dit geen mirakeloplossing is, maar ik geloof echt wel zeer sterk dat we jongeren van jongs af aan technieken moeten aanleren om tot rust te kunnen komen. Op die manier kunnen ze toch even afstand nemen van de drukte en zullen ze op latere leeftijd toch wel gemakkelijker alles in perspectief kunnen zien. En ik blijf daar ook een lans voor breken om hierin te investeren van zowel het welzijn als onderwijs. En ik ben dan ook zeer blij dat dit ook is ingeschreven in het regeerakkoord om daar werk rond te maken. Want de ervaringen uit het buitenland leren ons dat deze initiatieven niet alleen het welzijn van kinderen verbeteren, maar ook het algemene klasklimaat en de schoolresultaten. Dus dat is een win-win situatie voor alle betrokkenen.